Kijk. En hebben ze alle spullen mee. Dit is op camera die achter de balie. Ze lopen er gelijk naartoe, dus ik heb het idee dat ze wel eens vaker... Oh, tenminste, ze kon het ook zien aan de voorkant natuurlijk. Ja, hier komen ze dus weer en dan komt die... Ja, ik vind dat hij eigenlijk een hele specifieke loopje heeft, die grote. En dan neemt die grote, die neemt ook de grote kettingzaag mee. Het familiebedrijf Boukes is dit jaar 3 keer getroffen. Er zijn 30 kettingzagen en andere machines gestolen met een waarde van zo'n 10.000 euro. Dat is de derde keer al. Ja, ik vind, ja, het is een nagevoel. Ook de weg hier naartoe, als het alarm gaat, het is, ja, dan gaat hij weer, weet je wel. En ja, dan is het weer raak. Het is nog heel vers. En ja, ik heb gewoon slapeloze nachten van af en toe. Het enige wat je wil is eigenlijk die mensen van die beelden aftrekken en eigenlijk meteen achter slot en grendel zetten. Ze komen wel aan je spullen. Nou ja, hier stonden de kettingzagen dus. Het stormt straks weer en dan, ja, dan moeten ze weer zagen. Hè? Ja, het is spijtig dat mensen dan weer, ja, toch dat soort spullen gaat kopen op Marktplaats of eBay of weet ik veel wat. Dat houdt die handen wel op gang. De diefstallen staan niet op zichzelf, ook bij collega's in de omliggende gemeente is het afgelopen jaar meerdere keren ingebroken. We hebben contact met onze collega-dealers, die in Alkmaar en in Keesrijk of verderop. Dus ik denk dat uiteindelijk tot hun heel goed beveiligd zijn en dat ze dan die boeven verderop gaan zoeken. En ik denk op het moment dat wij alles goed beveiligd hebben, dat ze uiteindelijk hier wel weer verdwijnen. Ja, het is waardeloos, maar het gebeurt. In overleg met de politie heeft Boukes de beelden van de inbraak op Facebook gezet. In de hoop dat de daders gauw opgespoord worden.